We zijn aan het begin in die burpees. 26, 27 ja, en 28 burpees. Zie je mij zo burpees doen? Jongens, 26, 27 en 28 burpees. Dag 8, 22 december 2020. Vandaag hebben wij tabata's. Wat is een tabata? Een tabata is 8 rondes van 20 seconden werken en 10 seconden rust. Je werkt één volledige tabata, daarna heb je 1 minuut rust, dan werk je weer een volledige tabata, weer 1 minuut rust, tabata, rust en dan je laatste tabata en dan rust. Wij gaan laten zien welke oefeningen dat zijn en welke geschaalde versies daarvoor zijn. De eerste is een air squat. Air squatje, je zakt helemaal naar beneden, zo diep als dat jij kan, ruggetje recht. Heupjes volledig uitstrekken, knieën volledig uitstrekken. Lekker demo team. Kan je dat nou niet, dan hebben we geschaalde versies. To target kan je ook doen. Dan zak jij tot waar jij kunt op een bankje. Tik je het bankje aan, kom je weer omhoog. Tik hem aan. En omhoog. Is dat nou nog te laag, dan kan je bijvoorbeeld ook nog een hogere target doen. Die zie je niet meer waarschijnlijk. Die zie je nog steeds waarschijnlijk. Lekker. Ja, dat is je eerste. Tweede is een push-up. Push-up van volledige strek naar volledig. Neem jij je heupjes mee? Nou, ja, daar. En omhoog. Dus heupje raakt de grond aan, tepeltjes raken de grond aan. Yes, yes. Helemaal goed. Kan je dat niet? Zijn er twee variaties. Je kan een verhoging doen. Blijf op je tenen. Tepels gaan nog steeds naar de verhoging toe. En je komt weer omhoog. Of je doet hem wel op de grond, maar dan op je knieën. En uit, nog steeds tekens op de grond, belangrijk. Bom, helemaal goed. Dan hebben we de sumo deadlift high pull. Wij doen deze meestal met één stang. Breed slaan, voeten buiten, schouderbreedte. Vanaf middenscheen. Helemaal opstrekken, wachten tot je heup uitstrekt is en net tot onder je kin trekken. Dat is bij mij wat lastiger, want ik heb een hele lange kin. Niet zo hard op de makkelijke juist. Kort deze bootje. Ja, doe er nog maar even twee. Dan kunnen de mensen goed zien. Ja, dankjewel. Dit kan je natuurlijk ook doen. Nee. Oh, jammer. Bijna mijn enkels. Een kettlebell. Dat gaat leuk geweest. Kettlebelletje, als je die thuis hebt. Of. Dumbbell? Nee. Of, als je die niet hebt. Oh, sorry. Bij die testing bag kwellen. Het was. Wat een mega ding dit, joh. Goed, hè? Gaat heel veel in. Longen zitten nu ook in. Beetje gewicht erin. Klein beetje gewicht erin. Maar flessen wijn, want die heb je toch nodig binnenkort. Laatste oefeningetje die we doen is sit-ups. Heb je een appmatje? Mag je dat met een appmat doen? Pak eens dat ding. Voeten tegen elkaar, knieën naar buiten. Schouders beginnen op de grond, billen beginnen op de grond en dan gooi je jezelf naar voren en tik je de vloer voor je voet aan. Drie. Heb je die nou niet, dan leg je de trui in je rug. Dan heb je dezelfde steun. En dezelfde beweging. Dan, mocht je dat nou helemaal niet kunnen, dan kan je altijd nog een plank hold doen voor die 20 seconden. Let er daarbij op dat je een klein beetje die hollow body maakt. Zodat je goed die buik aanspant, billen aanspannen. Deze positie vasthouden. Voor 20 seconden. Hou vol, hè? Duurt lang. Rust. Veel plezier. Succes.